In maart 2005 schreef Cynthia in het nawoord van Die revolutie niet begrepen. Het is nu ruim 20 jaar geleden dat ik begon te schrijven over de geschiedenis van Suriname. Wellicht is het zo dat ik met dit boek mijn eigen schrijfcarrière afsluit en het graag aan jongeren overlaat om hiermee verder te gaan. Nou, ik begrijp wel dat je als uitgever erg teleurgesteld bent als je zoiets leest. Heel veel dank aan alle lezers die me steeds weer vertelden dat ze van de boeken genoten en zo een grote stimulans waren. Dat het u allen en vooral Suriname heel goed mag gaan. Paramaribo, maart 2005. We zijn inmiddels 8 jaar verder. En hier ligt een nieuw boek. Voor mij niet helemaal zo vreemd, want in de loop der jaren, die vooral bepaald werden door de zoektocht naar een goede regisseur en scenario-schrijver voor Hoe duur was de suiker, kwam vooral de naam bovendrijven van Charlotte Elisabeth van der Lid, getrouwd met 3 gouverneurs-generaal van Suriname, Temming, de Sjeuses en Rai. En uiteindelijk weduwe van 5 mannen. Je heeft het volgehouden. Rai was de 3e heer van plantage Breukelerwaard. En na zijn dood bleef Charlotte van der Lid de plantage voortzetten. Is het een toeval dat Tutuba terechtkwam op deze plantage? Alleen de schrijfster weet het antwoord. En hoe nu dit boek over het meisje dat het zinken van het slavenschip Leusden overleefde? Natuurlijk stopte Cynthia niet met publiceren. Dat konden wij haast ook niet geloven. Ze had al gelezen over het schip en dat 664 slaven moedwillig waren verdronken omdat men het ruim dichtgetimmerd had op 1 januari 1738. Of ze nu schreeuwden, huilden of smeekten. De bemanning was bang voor een opstand en zorgde zo dat ze de ramp niet overleefden. En Tutuba, het meisje van het slavenschip Leusden. We hebben het nog erg over de titel gehad, Leo. Maar uiteindelijk is het dit toch geworden. Werd geboren, het boek. Vandaag maar liefst in 3 edities. In het Nederlands als paperback en gebonden. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om daar toch niet een mooie gebonden editie bij te maken. En in het Engels als paperback op verzoek van Cynthia. Op 19 november 1737 vertrok het slavenschip Leusden uit Elmina. Dat is in het tegenwoordige Ghana. Het schip had 700 Afrikaanse gevangenen aan boord. En de bedoeling was dat ze in Suriname, in Paramaribo, zouden worden afgeleverd om daar als slaven de rest van hun leven te slijten. Op 30 december, en ik vertel uit het verslag van de kapitein, op 30 december passeerde het schip de Duivelseilanden voor de kust van Frans-Guyana. De meeste Surinamers weten wel ongeveer waar die Duivelseilanden liggen. En toen ging het mis. In die zin dat het begon te regenen. In die periode, en ook tegenwoordig is dat zo, kwam er heel veel mist op zitten. Het navigeren werd moeilijk. En de volgende dag, dus 31 december, zag de kapitein een rivier. En hij dacht dat dat de Suriname rivier was. Maar hij vergiste zich, omdat de rivier die hij zag, was de Marowijne rivier. Hij nam dus een verkeerde afslag en kwam in de monding van die Marowijne rivier terecht, terwijl hij eigenlijk door had moeten varen naar naar Braamspunt, de monding van de Suriname rivier. Het schip liep toen, was toen te dicht bij de Frans-Guyanese kust en het was 4 uur 's middags. We weten dat uit de overlevering, de geschriften van de kapitein, omdat op dat moment de 680 gevangenen die aan boord waren naar het dek moesten om te eten. Er waren dus intussen 220 mensen overleden, want ze zijn met 700 vertrokken. Er waren nog 680 mensen over. Het schip liep op een gegeven moment vast op een bank. We weten niet of het nou aan de Surinaamse kant van de Marowijne rivier was of aan de Franse kant. Dat moet nog uitgezocht worden. Maar het schip liep vast en het roer brak. De mensen waren toen op het dek om te eten. En de kapitein die zei toen, nou, de mensen moeten terug naar het slavenruim. Omdat het een lastige situatie was op dat moment. Ik kan dat begrijpen.
Omdat je dan in zo'n situatie het schip moeilijk kunt navigeren met zoveel mensen op dek. Van die 680 mensen gingen er 664 terug naar het slavenruim. 16 mensen bleven op het dek. Uit de historische geschriften die ik heb gelezen, daar blijkt niet uit waarom die mensen op het dek mochten blijven en die 664 naar beneden moesten. Tot zover is het een normale, tussen aanhalingstekens, situatie waarin een schip kan komen te verkeren. Maar op een gegeven moment begon het schip te kapseizen en de kapitein besloot om de masten te kappen, waardoor het schip weer in evenwicht kwam. En dan gebeurt er iets wat in de verschrikkelijke geschiedenis van de transatlantische slavernij nog nooit vertoond is. Het schip begon water te maken en de kapitein gaf toen opdracht aan de bemanning om de luiken dicht te timmeren. Dat wil zeggen dat je 664 mensen in het slavenruim had die er niet meer uit konden. Ik heb dat altijd gekwalificeerd als de grootste moordpartij in de transatlantische slavengeschiedenis. Er is geen andere gebeurtenis in die slavernijgeschiedenis die deze omvang heeft gehad en die zo op zo'n vrede manier heeft plaatsgevonden. Ja, lieve mensen. Leo heeft erg bescheiden verteld, hoor. Heel erg bescheiden. Kijk. In de geschiedenis. Nou, in ieder geval, laat me eerst met Kees beginnen. Inderdaad had ik dat gezegd, hoor. Dat ik niet meer zou schrijven. Want ik had alle periodes eigenlijk al bestreken. Dus ik vond, nou ja, nou is het genoeg. Maar ja, je kan je hoofd nooit stilzetten. En inderdaad is een Charlotte Elisabeth van der Lid is een geweldig boeiende figuur. En als ik lang genoeg leef, zal er nog misschien een boek komen over Charlotte Elisabeth van der Lid. Hè? Die met 3 gouverneurs en 2 dominees getrouwd was. En die door gouverneur Mauritius de aanvoerster van de kabalen werd genoemd. En daardoor is Suriname een vreselijke slechte pers heeft gekregen. En omdat Mauritius zoveel schreef en iedereen alles van Mauritius overnam, is ze bekend als een hele slechte vrouw. Terwijl dat helemaal niet het geval was. Het was een hele ontwikkelde vrouw. Maar in die tijd kon de vrouw geen positie hebben. Dus anders was zij de gouverneur van Suriname geworden. En misschien zelfs later wel de keizerin of zo als het er gelukt was. Maar goed, dat is een ander verhaal. In ieder geval. Ik had natuurlijk gehoord over dat proefschrift van dokter Balai. Het was een zeer... Het maakte heel veel indruk. Hè? Niemand kende dit verhaal. Dokter Balai, hij is zeer bescheiden geweest, is zelf bestuurskundige en jurist. En die heeft een aantal jaren geleden toevallig in een boek in Engeland gevonden over de Nederlandse slavenhandel. En in dat boek was er een kleine passage over het slavenschip Leusde. En waarbij 600 zoveel mensen dus om het leven waren gekomen. En hij is toen op onderzoek uitgegaan. Hij heeft 5 jaar echt heel intensief research gedaan. Hij heeft alles gevonden. Hij is dus gepromoveerd op dat slavenschip Leusde. He? En die fatale ramp op het eind. Hè? Maar nergens kwam het verder voor. Het is nooit heeft iemand erover gesproken, nooit heeft iemand er iets over gezegd. Dat was gebeurd. De lading is verloren gegaan, klaar. Dat de lading 680 mensen waren, nou ja, in die tijd heette het geen mensen. Dus het was de lading die verloren was gegaan. Die professor bij wie Leo Balai gepromoveerd is, Jerzy Gawronski, en Leo Balai zijn hele goede vrienden geworden. En toen ontstond het de gedachte van, zouden we misschien de plek kunnen vinden waar dat schip gezonken is, waar dat wrak ligt? Zou het mogelijk zijn om daarmee iets te kunnen doen, zouden we die plek kunnen vinden. En er
die gedachte was bij hun en kreeg steeds meer vorm. En ze wilden dus naar Suriname komen om dit na te gaan, om dit te bestuderen, om te kijken of het mogelijk was. En ze kregen hulp van allerlei instanties hier, financiële toezeggingen, want het kost natuurlijk een heleboel geld. Maar ze dachten, kijk, vooral Leo dacht dat, dan moeten de mensen in Suriname het ook weten. Hè? Er moet draagvlak zijn in Suriname om zoiets te doen. Hè? Zo'n groot onderzoek, je gaat zoeken naar een wrak van een schip waarin 680 mensen zijn omgekomen. Dus het moet draagvlak hebben in Suriname. En nou, in januari of in februari werd ik opgebeld door Leo Balai. En die mij vroeg of ik hun wilde bijstaan hiermee. Nou, dat wilde ik heel graag. En zo is het ontstaan. Hè? Toen zijn ze naar Suriname gekomen in april. We hebben allerlei instanties zijn we afgegaan om draagvlak te zoeken, om te kijken of het mogelijk zou zijn. Met het ministerie van Buitenlandse Zaken gepraat, met de maritieme autoriteit gepraat, enzovoort. Ik heb op de radio verteld over dat schip. Ik heb op allerlei plekken hierover gesproken. En dus ging het leven voor de mensen in Suriname ook. En toen hebben we een hele grote lezing georganiseerd, waarbij dokter Balai heeft gesproken en professor Gauronski heeft gesproken en Alec Kaart heeft laten zien en zo. En nou ja, men weet dus in Suriname hierover en ook dat wij mogelijkerwijs gaan zoeken of we de plek kunnen vinden waar het schip gezonken is. Maar natuurlijk, doordat ik hier heel intensief mee bezig was, is het ook erg bezig in je hoofd. Hè? Ik sprak met Leo heel veel erover, hè? Want ja, je kan je bijna niet voorstellen dat zoiets mogelijk is. Hè? Het is, al die tijd heeft nooit iemand erover geweten en toch is het de grootste ramp met een slavenschip in die hele transatlantische slavenhandel. Het is in de Nederlandse geschiedenis, de maritieme geschiedenis, de ramp waarbij de meeste mensen zijn omgekomen. En toch verzwegen, nooit wist iemand er iets van. En op de dag dat we die lezing gaven voor publiek, heel veel publiek, was een van mijn oud-leerlingen, Martelise Eersel, die was erbij met haar vader. En Martelise had ook dat proefschrift gelezen, net als ik. En we waren allebei zeer verontwaardigd dat de bemanning wel geprobeerd heeft en het ook is gelukt om het kistje met goud van de Deense West-Indische Compagnie te redden. Dat is werkelijk gebeurd, ze hebben dat kistje met goud gered. Maar die 680 mensen moedwillig hebben laten verdrinken. En Martelise stond zo met het boek in haar hand en Martelise zei, maar weet je, het is prachtig dat dit proefschrift er is en zo. Maar weet je, eigenlijk moet jij er een mooi boek van maken. Jij moet een geromantiseerde versie ervan maken. Dan kan iedereen het lezen. En toen heb ik aan Martelise gezegd, Martelise, dat kan toch nooit? Is die man zo'n onderzoek? Is dokter Balai zo'n onderzoek? Die man gaat toch nooit willen dat ik met zijn onderzoek aan de haal ga en een boek daarover ga schrijven? Ik zou niet willen dat als ik zo lang onderzoek heb gedaan, dat iemand met mijn onderzoek gegeven zijn boek gaat schrijven. Ik zou niet willen. Oké, maar ondertussen kende ik Leo Balai al zo goed dat ik hem dit verteld heb. En dat gesprek, dat Martelise dit had voorgesteld en wat ik geantwoord heb. En tot mijn grote verbazing, maar ook zeer grote blijheid, zei Leo, nee, Cynthia, doe het alsjeblieft wel. Want ik kan dat niet. Ik ben een veel te wetenschapsmens. Ik moet precies schrijven hoe het zit. Ik kan niet creatief bezig zijn met mijn historische gegevens, met mijn research. En toen zei ik, dus je vindt het goed? Ik kan het doen. Ik zei, ja, van ganser harte, doe het. Nou, toen was het er. Inderdaad, en toen ging het natuurlijk in mijn hoofd. Hè? En toen ging het natuurlijk in mijn hoofd. Heel erg, heel erg. Nou, ik ging in Suriname. Er is een Nederlandse school in Suriname, waarvan de leerlingen staatsexamen moeten doen op Bonaire.
En ik ging mee als examenbegeleidster. En ik was omringd met jongelui van 15, 16, 17 jaar. De hoofdfiguur van dit boek is een meisje. Tutuba is een meisje van 15 jaar. Dat geroofd wordt in Afrika en dat op dat slavenschip terechtkomt. En de meest verschrikkelijke dingen meemaakt. En dan moet je proberen je voor te stellen hoe dat is. Als je 15 jaar bent, nota bene, 3 dagen voor ze ging trouwen, is ze geroofd samen met een jonge tante. Je kan het je eigenlijk nauwelijks voorstellen wat het voor dat meisje geweest moet zijn. Trouwens, voor al die mensen op dat slavenschip. Maar het ging in mijn hoofd natuurlijk heel erg, was ik ermee bezig. En ik kan u zeggen hoor, ik schreef het boek terwijl ik op Bonaire was. Ik voelde me net een Zuid-Amerikaanse schrijver. U weet, Zuid-Amerikaanse schrijvers beschrijven altijd de meest bizarre dingen. He? Surrealistische, bizarre dingen. Wel, net zo bizar was het voor mij. Want in mijn hoofd gebeuren de meest verschrikkelijke dingen met een meisje van 15 jaar. Dat nooit meer de ouders terug gaat zien en nooit meer terug gaat gaan naar het land. En ik ben omringd door 15 en 16-jarigen die tegen me zeggen, we gaan wandelen op de beach bij die jongens hoor. En we lusten iets lekkers, we gaan een ijsje kopen. En heb je dat topje gezien? Ik ga het kopen, het kost $30. Nee, maar daar heb ik eentje gezien, het kost $35. En zo, dat soort meisjes was ik omringd. En in mijn hoofd gebeurt dit. Ha? Dus het was een totale bizarre situatie. Het is geen vrolijk boek. Het is echt die rauwe werkelijkheid. Er kan ook niks genuanceerd hierin zijn, toch? Wat voor genuanceerd kan erin zijn als je 15 jaar bent en je wordt geroofd in Afrika en je komt op een slavenschip terecht en je wordt verkocht en je wordt veldslavin op een plantage. Daar kan niks genuanceerd aan zijn. Ja, dus, maar misschien was het voor mij. Het maakt mijn genuanceerd beeld over de slavernij volledig. Dus misschien was het wel nodig dat ik dit schreef. En het is geen vrolijk boek. En het is wel de realiteit geweest. En voor niet alleen voor Tutuba, maar voor 12 miljoen mensen in de geschiedenis. Voor 12 miljoen Afrikanen die zijn op deze manier geroofd. Ja? Nou, in ieder geval, ik ga een klein stukje uit het boek voorlezen. Dit is, als dat meisje... Oh ja, dit moet ik nog vertellen. Leo zegt zo mooi, hij weet niet waarom die mensen op het dek waren. Maar ik weet het natuurlijk wel. Want in de geschiedenis weten we ook, en Leo weet dat ook, als je al die verslagen leest. Mooie jonge vrouwen werden in het slavenschip niet in het ruim geplaatst. Die mochten op het achterdek blijven. Want dan konden die matrozen bij ze komen 's nachts. Dus dat gebeurt ook met Tutuba. Tutuba is een van de overlevenden. Ze is een van die 16. Omdat ze toevallig op het achterdek was. Waarom? Daarom. He? Nou... Maar Tutuba is eerst ook in het ruim terechtgekomen. Ze hebben er expres eruit gehaald. Hè, dit is een stukje als ze net op dat slavenschip is. Toen ging opeens het luik open. Boven in de opening stond een dikke zwarte man. Hij riep dat ze naar boven moesten komen. Alle vrouwen drongen naar het trapje en klommen zo snel als ze konden naar boven, waar ze enkele ogenblikken verblind waren door het schelle daglicht. Toen Tutuba's ogen wat aan het licht gewend waren, zag ze dat er overal om hen heen water was. Ze stond vol verbazing te kijken. Wat was dit voor vreemd schommelend bouwsel waar ze op waren? En wat ging er nu gebeuren? De dikke man bracht ze langs een smalle gang naar een plek op het dek. Daar stonden al honderden mannen bijeen.
twee aan twee aan elkaar geketend. Zoveel mannen had Tutuba nog nooit bij elkaar gezien. Overal naakte zwarte mannen dicht op elkaar. Er waren hier meer mannen dan er mensen in haar dorp waren. Naakte mannen met afhangende schouders en neergeslagen ogen. Wat waren dit voor mannen? Wie waren deze mannen? Tutuba was eraan gewend dat alle mannen altijd stoer en heldhaftig deden. Ze dacht even aan het gedrag van haar broertjes, wat het normale mannelijke gedrag was. Maar dat bestond niet meer bij deze mannen. Ze stonden op elkaar geperst als een hoop ellendige, treurige wezens. Een grote hoop vernederde wezens. Ze waren geroofd, murw geslagen, mishandeld en bovenal vernederd. Alles was ze ontnomen. Mannelijkheid, stoerheid, waardigheid. Ze waren ontmenselijkt. Ze ontdekte in de groep een paar die hardop scholden. Weer een paar die zich met gebalde vuisten op de borst sloegen en met de voeten stampten zodat de kettingen rinkelden. Maar de meesten lieten het hoofd hangen en prevelden zacht voor zich uit. Gebeden misschien? Tutuba begreep dat dit de mannen waren die ze had zien liggen. Ze probeerde enkele in het gezicht te kijken, de ogen te zien. En toen dat lukte, zag ze ogen zo vol verdriet en wanhoop als ze nog nooit bij een man had gezien. Er liepen en stonden ook overal witte mannen, gewapend met knuppels en vuurstokken. De een nog lelijker dan de andere. Een paar hadden gelig touw haar, weer anderen hadden bruinig haar en bijna alle hadden een vreselijke lelijke mond waarin geen mooie witte tanden zaten, maar gele, groenige en soms ook zwart afgebrokkelde stompjes. De witte renden en schreeuwden en deden alsof ze het vreselijk druk hadden. Tutuba wilde niet meer kijken naar die zwarte mannen die daar zo hulpeloos en vernederd stonden. Ze keek bewust naar boven, naar de lucht. Ze begreep niets van dat vreemde bouwsel waar ze op waren. Maar er waren lange palen en daaraan hingen klapperende witte doeken. Overal hingen touwen. Het vreemdste was dat het bouwsel vooruit ging. Het schommelde en het stampte. Soms was het opeens hoog in de lucht en dan was het opeens weer beneden en leek het water daaromheen erboven te zijn. Een paar witte mannen hezen emmers water naar boven. Dat werd uitgegooid over de zwarten die zich moesten wassen. Tutuba dacht dat het vast aangenaam moest aanvoelen. Ook zij wilde zich vreselijk graag wassen en ontdoen van al die smerigheid die nu aan haar kleefde. Toen zag ze hoe een paar witte met veel lawaai met twee bakken kwamen aanschuiven. De bakken werden tussen de zwarte mannen geduwd. Van waar ze stond, kon ze niet zien wat er in de bakken was, maar later begreep ze dat het eten moest zijn. Een witte deelde halve uitgehaalde kokosnoten uit en beduidde dat de mannen uit de bakken moesten scheppen en eten. Opeens was er een tumult. Een zwarte had een halve lege noot gekregen waaraan van onderen een punt was. Voordat de witte erop bedacht was, had de zwarte de punt diep in het gezicht van de witte gestoken en zijn hele wang opengehaald. De man schreeuwde en liet de kokos komen vallen terwijl hij zijn handen voor zijn gezicht hield. De zwarte man haalde nog een keer uit en sloeg hem met de halve kokoskom op het hoofd. Maar direct daarna was er een andere witte die de aanvaller met de knuppel te wilde slaan. De aanvaller greep de knuppel, hield die met beide handen stevig vast, rukte eraan en toen de witte niet losliet, beet hij die witte zo hard in de hand dat die het uitgilde van pijn terwijl het bloed van zijn hand droop. Twee witte stormden op de zwarte af, die had nu de knuppel en begon daarmee op de witte te slaan. Omstanders schreeuwden, een paar zwarten kwamen rinkelend met de ketting aangeschoven om de zwarte te helpen. Maar meteen klonk een schot. Een witte had met een vuurstok geschoten. De vechtende man lag op de grond. Bloed stroomde uit zijn borst. Hij schreeuwde en rochelde. Opeens was het een witte die met zijn vuurstok naar voren kwam. Die gaf nog een schot recht in de borst van de zwarte, die even in een soort stuiptrekking omhoog ging. Toen lag hij stil. Twee witte mannen pakten de man op. Ze hielden hem allebei onder de arm en sleurde hem naar de reling waar ze hem overboord gooiden. Een plons. Het was voorbij. Dus alles, dit hele boek en alles is te danken aan Leo Balai. En daarom wil ik dit heel graag geven aan Leo Balai.
Kom maar, Leo. De gebonden versie, de paperback versie en de Engelse versie. Alle drie kregen. Dank u wel. Oh, asabaya.